Klimaatdata heeft een belangrijke rol te vervullen in de planning van het dagelijks leven. Dit haalde juridisch adviseur Gina Griffith van NIMOS gisteren aan bij de lancering van de website Klimaatverandering Estafette. Klimaatdata is informatie over de temperatuur, atmosferische omstandigheden, neerslaghoeveelheden en seizoengebonden weertrends van een bepaalde locatie. Klimaatdata is te vergelijken met meteorologische gegevens, maar richten zich meer op patronen op langere termijn. Je moet plannen maken. Hoe ga ik hiermee om? Hoe gaat mijn investering zijn? En wat er nu gebeurt, door die antropogene invloed, dus die invloed van mensen op het klimaat, zien wij dat die informatie die we hadden over de afgelopen decennia niet meer relevant is. Want die data is gebaseerd op een andere tijd, toen er veel minder broeikasgassen in de atmosfeer waren. En het dus wat een ander weer kregen op dagbasis en op maandbasis en op jaarbasis. Dus je moet nu anders gaan kijken naar hoe plan ik. Want waar jij misschien, we hadden gisteren nog op kantoor erover, waar jij dus nu misschien je huis op maaiveld bouwt, moet de instructie misschien nu komen van die mensen, je moet een halve meter boven maaiveld zitten. De juridisch adviseur gaf verder aan dat klimaatdata niet alleen behulpzaam zal zijn voor de individuele mens, maar het zal ertoe bijdragen dat de overheid en bedrijven de juiste besluiten kunnen nemen. Als ik wil investeren in een bedrijfspand, een bedrijfslocatie of een bedrijfshal bouwen, moet ik rekening houden met dit soort aspecten. Want het gaat mij geld kosten. En ik wil wel iets bouwen dat voor de komende 20 tot 50 jaren stand houdt. Toch? Dus, en wat je dus wel ziet, er is klimaatdata beschikbaar, zoals ik al zei. NC3, dat is weer een andere afkorting van ons. National Communication, dus eigenlijk de third National Communication, onze derde rapportage naar het klimaatverdrag. We moeten om de zoveel tijden moeten we rapporteren naar het klimaatverdrag. En we hebben dus nu onze derde rapportage in orde gemaakt. Dat is dus vanuit het ministerie van Rompgeur. Is beschikbaar. Maar het is toch wel op een bepaalde manier geschreven. Hoewel men probeert het zo toegankelijk mogelijk te maken. Is het toch nog op een bepaalde manier geschreven dat de logieburger het niet begrijpt. Griffith benadrukt dat klimaatdata beschikbaar is, echter is het moeilijk te vinden, te begrijpen en toe te passen. Zowel de private als publieke sector heeft behoefte aan deze informatie. In de komende tijd zal NIMOS samen met het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en andere niet-gouvernementele organisaties werken aan het toegankelijk maken van klimaatdata. Hiervoor is er gisteren al een aanzet gedaan in de vorm van de lancering van de website Klimaatverandering Estafette.